Goedendag, mijn naam is Marco Wies. Ik ben directeur bij Vivium Zorggroep en in deze tijd ook verantwoordelijk voor het corona-uitbraakteam. Het corona-uitbraakteam komt 7 dagen in de week bij elkaar. Daar spreken we niet alleen over de veiligheid van onze bewoners, zowel op de locaties als in de wijk, als ook over de veiligheid van onze medewerkers en of we nog genoeg materiaal hebben om die veiligheid te garanderen. Natuurlijk hebben we het daar ook over of het leven nog steeds een beetje draaglijk is in deze bijzondere en soms verdrietige tijd. Natuurlijk snappen we dat familieleden van mensen die bij ons zijn opgenomen of die wij verzorgen, zich heel veel zorgen maken over wat gebeurt er nu eigenlijk. De deuren zitten dicht en je hebt eigenlijk geen idee meer hoe of wat. En niet al onze cliënten zijn in staat om zelf thuis te vertellen hoe het gaat. En daarom leek het ons een goed idee om nu iets te vertellen over wat wij allemaal aan het doen zijn. We snappen heel goed dat u zich soms zorgen maakt over uw naaste die bij ons in zorg is. En dat het heel raar is om daar niet bij te kunnen. Ik beloof u dat we mensen met lef en liefde blijven verzorgen. En met heel veel creativiteit. En het is ook leuk om te zien dat de medewerkers van Vivium in staat zijn om ook in die moeilijke omstandigheden iets leuks te bedenken voor de bewoners, voor de cliënten, voor de mensen die wij in zorg hebben. Dat doen we op allerlei manieren. Soms door mensen in verschillende ploegen te laten eten in het restaurant, zodat ze niet te dicht bij elkaar zitten. Door meer bijeenkomsten met de activiteitenbegeleider, maar dan in kleine groepjes. Er ontstaat eigenlijk allerlei creativiteit, waardoor het dagelijks leven bij ons nog steeds heel draaglijk is. Maar wel zonder u. En we realiseren ons goed dat u onze cliënten mist en onze cliënten u mist. En dan is het bijna Pasen en dat is de tijd dat je traditioneel vaak op familiebezoek gaat. En dit jaar kan dat niet bij de mensen die bij Vivium en al die andere zorginstellingen verpleegd worden. We realiseren ons hoe verschrikkelijk verdrietig dat is. Maar het is het afwegen van verdriet tegenover de veiligheid. De veiligheid van uw relatie, uw familielid, de andere mensen die bij ons verpleegd worden. En ook de veiligheid van onze medewerkers. Dus we vragen begrip om die veiligheid te respecteren. En dan beloof ik u dat wij daar alles aan zullen doen om de paasdagen voor de mensen die bij ons zitten zo mooi mogelijk te laten verlopen. Het prachtige ontbijtbuffet. Met een brunch, met een heerlijk diner. We doen er alles aan om het zo mooi mogelijk te laten verlopen. Ik wens u en uw familie hele mooie paasdagen.